onderwerp de dood. De dood, beste broeders en zusters, iedereen zal ermee te maken hebben. Niemand is vrij van de dood. Niemand. Uiteindelijk zullen we allemaal, ja, van die glas drinken, zoals dat ook wel eens genoemd wordt. En die deur zullen we allemaal binnentreden. Al-Maut. Al-Maut is waarheid. En er is bijna niets zo zeker in dit leven als de dood. Bijna niets in dit leven heb je zekerheid op, behalve op de dood. Want er is niemand die de dood kan ontkomen. Alleen er zijn sommige mensen, die de dood vergeten. En er zijn sommige mensen die de dood herinneren. En er zijn sommige mensen die helemaal niet over de dood willen spreken. Maar het is een onderwerp dat wel besproken moet worden. Een persoon die helemaal niet over de dood iets wil horen, het heeft misschien te maken met het feit dat hij zoveel liefde heeft voor deze dunia, dat hij er niet eraan wil herinnerd worden, dat hij deze dunia ooit zal, dat hij deze dunia ooit zal verlaten. En zoals jullie weten, de dood is de brug daar naartoe. De dood is de oorzaak van het verlaten van deze wereld. En de mens die, die de dunia als het ware als een als zijn eigen eeuwige wereld beschouwt. En die de dunia ziet als iets wat voor altijd zal blijven bestaan. Of zo heeft hij natuurlijk in zijn hoofd, dat is een illusie, zo zeker een illusie. Dus als deze persoon iets hoort over de beëindiging van dit leven, dan doet het hem pijn. Hij wordt er verdrietig van. Hij wordt er niet goed van. En dat is waarom hij, als het ware, niet wil horen dat er iets bestaat zoals de dood, wat zeker is. Dus hij wil niet eraan herinnerd worden. Dus hij wil niet dat zijn leven daardoor verpest wordt. Want hij wil genieten van het leven zoals je dat wel eens van sommigen hoort. Van ja, ik wil graag genieten van het leven. Dus alles wat daartegen ingaat, wil ik liever niet horen. Zo'n persoon wordt zoals ook de imam al-Ghazali hem ook noemt, al-munhamiku fi dunya. Dus iemand die zich helemaal, als het ware tot aan zijn oren, in diepte van de dunya zit. En hij wil er niet uitkomen. Of hij heeft het zo eigen gemaakt, de dunya. En hij is er zo aan gewend. En hij heeft er zoveel liefde voor, dat hij niet wenst dat het van hem afgepakt wordt. Dus hij wil dat die dunya, dat hij dat altijd in zijn handen houdt. Maar wanneer hij hoort dat er iets is die hem de dunya, of die van hem de dunya afpakt, ja, dan doet het hem pijn, dan gaat hij huilen, dan is hij paniekerig, dan wordt hij verdrietig, krijgt hij stress enzovoort. Dus hij doet er alles aan. Hij doet er alles aan om de dood te vergeten. Om de dood te vergeten. Er is een andere persoon wat ik net ook noemde. Een persoon die vooral de toba begint te doen. Dus een toba is datgene wat hem doet terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dus eigenlijk berouw tonen. En iemand die berouw toont, dus iemand die toba doet, die kijkt heel anders naar de dunya dan de eerste. En die kijkt natuurlijk ook heel anders naar de dood
dan de eerste persoon. Dus de ta'ib, ook wel eens genoemd de ta'ib, dus iemand die tauba doet van de dunya en hij probeert van een beetje van de dunya los te komen. En hij probeert ook een beetje de dunya achter zich te laten en hij probeert meer te richten naar Allah subhanahu wa ta'ala. Deze persoon, het doet hem ook pijn als hij hoort dat er een moot bestaat, dat er een dood bestaat. En dat de dood betekent het beëindigen van dit leven, het einde van dit leven en het begin van een nieuw leven. Het begin van een nieuw leven. Het doet hem pijn. En hij is ook bang ervan. Dus hij is bang van de dood. Hij heeft er angst van. En natuurlijk wil hij veel meer van weten. Hij wil veel meer van weten, maar hij is er wel bang voor. Hij is bang voor de dood. Alleen deze persoon is niet bang voor de dood, omdat dat een oorzaak is, omdat dat een reden is om de dunya van hem af te pakken. Want de dunya die heeft hij al achter zich gelaten. Hij heeft zich vooral gericht naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dus de dunya heeft hij sowieso een afscheid van genomen, in de zin van dat hij niet meer van de dunya houdt. Maar hij houdt nu van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft nu toba gedaan. Deze persoon heeft angst van de dood, niet om deze reden, maar hij heeft angst van de dood omdat hij bang is dat hij Allah subhanahu wa ta'ala tegenkomt en dat zijn toba niet genoeg was, omdat zijn daden niet genoeg waren om daarmee Allah subhanahu wa ta'ala te ontmoeten. Dus eigenlijk is hij bang dat hij Allah ontmoet en dat hij niets te bidden of niets aan te bidden heeft bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dat niets van hem geaccepteerd wordt. Dus hij is meer bang van de ondervraging van Allah subhanahu wa ta'ala dan de dood zelf. Dus eigenlijk wil hij, met andere woorden, ietsje meer kans krijgen. Hij wil ietsje meer kans krijgen, ietsje meer tijd krijgen, zodat hij ook veel meer goede daden verricht en dat hij zijn relatie met Allah subhanahu wa ta'ala gaat verbeteren. En wanneer je de dood noemt, dan wordt hij bang, dan wordt hij verdrietig. Want dat betekent dus dat zijn einde, of dat zijn tijd beëindigd wordt. En dat hij dan geen kans meer krijgt om goede daden te verrichten. En dat doet hem pijn, wanneer hij dit hoort. En natuurlijk is het, normaal gesproken, als je weet wat de dood is en wat er zal gebeuren en waar je terechtkomt, Yawm al-Qiyamah. En als je wist wat voor beloning Allah subhanahu wa ta'ala voor een mu'min heeft voorbereid, maar wat voor bestraffing Allah heeft voorbereid voor, als het ware, de ongehoorzame persoon en de zondaar. Ja, dan zou je heel anders naar de dood kunnen kijken dan normaal gesproken, als het ware. Dus daarom, moet je jezelf afvragen, hoor ik nou bij de eerste soort mensen, dat ik bang ben van de dood, omdat ik gelukkig leef en ik wil niet dat ik, als het ware, weggerukt word van de dunia, of dat de dunia van me afgepakt wordt. Dus ik wil daar niet meer over horen. Ik wil niet horen over de dood. Liever niet. Of hoor je bij een groep die zegt nee, ik wil best wel wat horen over de dood, maar ik vraag wel Allah subhanahu wa ta'ala om uitstel. Waarom? Omdat ik er nog niet klaar voor ben. Ik ben nog niet klaar om mijn schepper te ontmoeten. Want zoveel heb ik niet voorbereid. Ik heb me niet goed voorbereid voor mijn schepper.
ik heb niet zoveel gebeden verricht, ik heb niet zoveel dagen gevast, ik heb niet zoveel sadaqat gegeven. Weet je wat, ik heb bijna niets gedaan van dat allemaal. Zelfs het gebed doe ik niet goed, niet op de juiste manier. En dan is het mogelijk dat je dan vraagt van, ja, ik ben nog jong en de meeste van jullie, mashallah alaikum, zijn nog heel jong en hebben nog een hele leven. Maar één ding moet je zeker weten. En dat is dat de dood niet alleen maar de ouderen neemt. De dood komt niet alleen maar voor bij de ouderen. De dood komt ook bij de jongeren. Niemand weet van ons wanneer hij zal sterven. Alleen Allah subhanahu wa ta'ala weet de tijd wanneer we teruggaan bij hem subhanahu wa ta'ala. En dan is het heel erg belangrijk dat je daar ook over gaat nadenken. Van ja, klopt, ik ben nog jong, ik moet nog heel veel dingen doen in mijn leven. Maar heb je ooit over de dood gedacht? Heb je ooit over de dood, yani, gefilosofeerd als het ware? Van wanneer zal dat komen? En op welke dag? En ben ik dan voorbereid om, ja, om afscheid te nemen van deze dunya en mijn schepper te ontmoeten? Dat zijn allemaal hele belangrijke vragen die je zelf moet stellen. En als je denkt dat deze vragen geen betrekking op jou heeft, of op jou hebben, omdat jij nog klein bent, dan zit je verkeerd. Dan is het een verkeerde gedachte. Echt een hele grote fout is dat. Want de dood maakt geen onderscheid. De dood maakt geen onderscheid. Als het komt, dan komt het. En het moeilijkste is dat we niet weten wanneer het komt. Het komt onverwachts. Onverwachts. Dus daarom is het ook voor de jongeren belangrijk dat ze nadenken over hun leven en ook natuurlijk over de dood. Dus de dood, jij als moslim moet normaal gesproken er altijd aan denken. Je moet er altijd aan de dood denken. Want er zal een tijdje komen dat je uiteindelijk afscheid moet nemen van deze dunya. En dan is de vraag, wat heb je voorbereid bij Allah subhanahu wa ta'ala? Wat ga je tegen hem zeggen als je verplichtingen niet nakomt? Als je het gebed niet verricht? Als je niet vast? In ieder geval dit als je natuurlijk verplicht bent om te vasten. Of verplicht bent om te bidden. En als je, wat ze noemen, de balig bent. Dus als je balig bent, laten we zeggen de kinderen van, yani, bij de meisjes zijn, is het ongeveer, het is het, yani, 13, zo 12, 13, 13 jaar. En bij de menstruatie tijd. Voor de kinderen, voor de jongens, ja, 15, 16. Ongeveer zoiets. Op dat moment ben je balig, ben je volwassen. Islamitisch ben je volwassen. En dan ben je verplicht voor alle handelingen of alle ibadat of aanbidden die wij doen als moslims. Dan ben je dus verplicht om te bidden, ben je verplicht om te vasten. Ben je verplicht om zakat te geven als je dat bedrag, een minimale waarde zeg maar, hebt van rijkdommen. Dan ben je dus allemaal verplicht om dat soort handelingen te verrichten. En dan is het wel belangrijk dat je jezelf afvraagt, kom ik mijn verplichtingen na of niet? Hoe is mijn gebed? Doe ik mijn gebed wel goed? Bid ik wel op tijd? Bid ik wel op tijd? Of bid ik als ik wil, één keer in de week? Eén keer in de week, op vrijdag. Op vrijdag ga ik naar het gebed. Als iemand vraagt, ja, bid je? Ja, natuurlijk, bid. Ja, welke moskee ga je? Ja, op vrijdag ga ik naar die moskee. Hij bidt op vrijdag. Ja, niet seizoenaanbieder. Seizoenaanbieder. En er zijn sommigen die gaan helemaal zelfs niet op vrijdag. Die zie je alleen in Ramadan. In Ramadan, mashallah, dan zitten ze misschien op de eerste rijen. Maar als Ramadan voorbij is, dan zeggen ze, weet je wat, we nemen vakantie. 11 maanden vakantie. Voor het gebed. En dan zie je hem niet meer in de moskee. En is dat gebed? Dat is geen gebed. Is dat vasten? Dat is ook geen vasten. Zo hoor je als moslim niet te vasten en niet te bidden. Zo hoor je als moslim niet Allah aan te bidden. Het is heel belangrijk dat je beseft dat je moslim bent.
En moslim betekent dus dat je de verplichtingen die Allah jou heeft verplicht gesteld, dat je die ook nakomt. Dan ben je pas moslim. Anders draag je alleen een beetje de naam. En het dragen van de naam alleen is niet genoeg. Dus die verplichtingen die Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft opgesteld, daar zul je voor beloond worden of misschien voor bestraft worden als je die niet nakomt, wanneer de dood ineens voor de deur staat. Wanneer de dood ineens voor de deur staat. En de dood, nogmaals, moeten we heel goed over nadenken. En er zijn bepaalde riwayat daarover, over de dood. Bijvoorbeeld de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, er is een riwaya, een overlevering, waarin staat dat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, die zei, akthiru min hadhimi laddat. Akthiru min hadhimi laddat. Dus, yani, denk na, akthiru min dhikri hadhimi laddat. Dus denk na, of denk vaak, over de verbreker, of de breker van genotten. Want degene die de genot breekt en plezier afbreekt en blijdschap als het ware door middel knipt, dat is de dood. Dat is de dood. Het maakt niet uit wat je hebt in deze dunya. Ook heb je echt alles. Je bent misschien wel de meest gelukkige persoon op aarde. Omdat je alles hebt wat je hartje begeert. Maar op het moment dat je beseft dat al die rijkdommen wat je hebt, dat je dat allemaal achter je moet laten, dan gaat het pijn doen. Dan wordt ineens die blijdschap geen blijdschap meer. Dan wordt dat geluk als het ware, wat jij ervaart als een absolute geluk, wordt geen absoluut geluk meer. Dan wordt het veranderd of het gaat verandert in een ongeluk juist, in een niet gelukkig zijn. Dus elke keer als je denkt aan de dood, het is een soort verderf voor alle zaken die je misschien hebt voor deze dunya. Wat je hier hebt. En daarom zijn er mensen hier in het Westen. Ze willen bijna over alles praten, maar liever niet over de dood. Over de dood willen ze liever niet snel praten. Waarom? Want ze hebben heel veel angst voor de dood. En sommigen, die willen juist de dood uitdagen. In de zin dat ze bijvoorbeeld proberen om de dood te remmen. Laatst, zo lang geleden, was er een wetenschapper. Was op Nederlands TV. En ze kwam zo met een lezing, van een kwartier ongeveer. Van, we zijn dicht bij het eeuwig leven. Dus we zijn onderweg om het eeuwig leven te ontdekken. Dus eigenlijk, tijdens de lezing wil ze zeggen, we proberen om greep te hebben over de dood. We willen de dood in onze handen hebben. En ze heeft bepaalde dingen uitgelegd. En ze zegt, we weten nu hoe een mens ziek wordt. En we weten ook wat medicijnen zijn. En we weten ook hoe we de mens kunnen beschermen voordat hij ziek wordt. En ze heeft bepaalde voorbeelden gegeven. Dus met andere woorden, ze zegt, het is mogelijk als we 100% weten waar het lichaam zwakker wordt, of waarmee het lichaam zwakker wordt, dan gaan we daarop focussen, dan gaan we dat aanpakken. Dan gaan we dat primitief als het ware, ja, en preventief, gaan we dat beschermen. Zodat niets dat er doorheen kan. Geen bacteriën, geen niets. Zodat het lichaam helemaal 100% als nieuw blijft. En zo kunnen we ziektes
die de mens, hè, die de mensen dat waren verwoest, kunnen we tegenwerken, tegengaan. En als we dat doen, dan zijn we dicht bij het eeuwig leven. Want dan kan niets ons meer breken. Dus dan kan een mens mogelijk 300, 400, 500, 1000 jaar, 2000 jaar. En als je 1000 jaar kunt leven, dan kun je 2000 ook wel leven. Waarom niet? En zo kun je dus voor altijd blijven bestaan. Waarom? Want we hebben de dood overwonnen. Door de wetenschap. Want we zijn heel ver met de wetenschap. En de wetenschap, daar zit het antwoord in. Daar zit het antwoord in om de dood, als het ware, buiten de deur te houden. Een kwartier lang van dit soort onzin. Begrijp je? En ik heb het helemaal gehoord. Met al respect, maar ja, ik denk bij mezelf. Ik kijk natuurlijk zo ver. Denk, was ik maar voor je. Goed, stel je hebt nu, op dit moment, heb je bepaalde ziektes waar je helemaal gek van wordt. Denk bij mezelf, goed, er zijn, in plaats dat jij hele andere ziektes en om dat gaat bedenken en in bescherming daarvan en noem maar op. Doe iets nu aan de ziektes die nu bestaan. Doe iets aan de kanker, sallallahu alaihi wasallam. Kanker, er sterven zoveel mensen aan kanker. Doe daar iets aan. In plaats dat je als wetenschapper in de lucht gaat denken, zo in de lucht, je fantaseren, van ik ga de dood overwinnen. Ja, nee, begin daar bij die ziekte die ons helemaal breekt. En wat dacht je van AIDS? En AIDS is een westerse, waarom dat bijna een westerse ziekte? Dan denk bij mezelf, ja goed, waarom dat? Pak dat aan. Ja, dat doen ze ook. En in Afrika waren andere plaatsen. En daar komen niet zoveel medicijnen. Maar hier in Europa en Amerika zijn er veel meer en betere medicijnen voor AIDS beschikbaar, zo te zien. Toch? Dat doen ze. Maar hebben ze de ziekte helemaal overwonnen? Nog niet. Dus er zijn heel veel ziektes die ze nog niet hebben overwonnen. En mevrouw, de wetenschapper, die denkt om de dood zelfs te overwinnen. Denk bij mezelf, goed. Stel dat je alle ziektes van de wereld hebt buiten de deur hebt gehouden. Maar hou je andere zaken ook buiten de andere redenen, andere wegen naar de dood. Net zoals bijvoorbeeld vrachtwagen buiten. Ineens kom je zo naar buiten, gaat met een paard zo zitten spelen en een paard wordt boos en geeft je een klap. Boom, dood. Dood na 150 jaar. Is dat niet erg? Word je helemaal gek? Dus na 150 jaar komt gewoon één klap van een paard, van een poot van een paard, en dood ben je. Of kun je dat ook tegenin gaan? Ja, onzin. Begrijp waarom ik zeg dat dit gewoon onzin is? De dood is niet te bestrijden. De dood is gewoon zit in ons. Het zit, yani, het is van nature. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Tabarak alladhi biyadihi al-mulku, zit. وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تبارك الذي خلق الموت والحياة الموت الحياة. Dus الموت is iets مخلوق. Allah heeft dat geschapen. Is iets مخلوق. Het is niet iets wat wat in onze handen is. En daarom de dood eigenlijk wordt met ons geboren. Het is niet zo dat we, sommige mensen, vooral de laatste wetenschappelijke onderzoeken, die hebben duidelijk gewezen op het feit dat eigenlijk op het moment dat we geboren zijn, wij worden geboren met levende cellen, maar ook met dode cellen. En zo gaat dus elke cel, hij leeft, en dan gaat hij weer dood, komt weer een nieuwe cel voor, dan gaat hij dood, komt weer een cel.
En zo gaat het. Dus het hele lichaam gaat eigenlijk dood, leeft. Dood, leeft. Dood, leeft. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala: Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. Is dit thumma al-hayata? Of daarna al-hayata? Dus met andere woorden, de dood, je moet het niet zo zien dat het helemaal aan het einde komt. De dood die is met ons eigenlijk. Het is altijd met ons. Het is altijd met ons. En daarom het is onmogelijk dat er iemand zou kunnen bestaan. Op dit moment niet, in de toekomst ook niet. Nooit. Die de dood kan overwinnen. Behalve Allah subhanahu wa ta'ala, de schepper. De schepper. Maar hij heeft de dood geschreven in deze wereld, in dit leven. En iedereen zal het proeven. Elke wezen zal de dood meemaken. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft het zo geschreven. Klaar, ik kan er niet meer en niets van afhalen. En niet meer erbij doen. En الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Het is een soort de dood en het leven is op zich ook een beproeving, een test. Een test. Dus Allah subhanahu wa ta'ala test ons om ja, niet zo dat hij weet waar we naartoe of hoe we het gaan doen. Want Allah subhanahu wa ta'ala weet wat we gaan doen en hoe het we gaan doen. En hij weet dus wat we allemaal zullen meemaken in dit leven voordat we dat meemaken. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft dus de dood geschapen en het leven geschapen. Opdat hij ons test, als het ware. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zodat je weet, jijzelf, maar ook de ander, welke goede daad heeft verricht en welke geen goede daad, misschien wel slechte daad heeft verricht. En daar gaat het om. Het gaat om die test. Het leven en de dood zijn allebei een beproeving en een test. In deze wereld. In deze wereld. En daarom, de dood, als je over de dood denkt, het is, veel mensen denken dat het dat een soort beëindiging is. Een soort vernietiging. Dus er zijn mensen die denken de dood. Dus als je doodgaat, dat betekent dus dat je vernietigd wordt. Dus dan, je bent dood en je bestaat niet meer. Klaar. Dus met andere woorden, bij sommigen is de dood gelijk aan niet meer bestaan. Maar dat klopt niet, dat is niet waar. Wij als moslims mogen niet op die manier geloven. Moslims geloven niet dat de dood het einde is. Dood is niet het einde. Het dood is het begin van het echte leven. Het eeuwig leven, datgene waar wij naar op zoek zijn in dit leven, wat we nooit kunnen vinden, dit leven. Dat is in een ander soort leven. En dat kan alleen maar, de brug daar naartoe is alleen maar de dood zelf. En daarom de dood in de islam. En zo moet je ook als moslim geloven. Het is eigenlijk een, je wordt verplaatst van het ene leven naar het andere leven. En dat is ook wat de dood betekent in principe. De dood betekent dat de nefs als het ware weggerukt wordt van het lichaam. Want jij als een mens, je bestaat niet alleen maar uit het lichaam. Want jouw essentie als mens is niet je lichaam. Dus als je het hebt over ik. Dus wanneer je, stel iemand die vraagt je iets en je zegt ja ik. En je praat steeds weer in de ik vorm. Ik heb gedaan, ik heb dit gedaan, ik ben geslaagd, ik ben dit, ik ben dat, ik ben dit. Dat woord ik. Verwijst het nou naar jouw lichaam of verwijst het naar iets anders? Dus wanneer je zegt ik. Wat bedoel je ermee? Bedoel je ermee je lichaam? Als je je lichaam ermee bedoelt, dan heb je echt een probleem. Waarom? Want dan zeg je, de ik
is eigenlijk het lichaam wat ik nu op dit moment heb. Maar het lichaam die verandert om de, wat is het, 7 jaar, 10 jaar. Het hele lichaam verandert helemaal. Want van, je was heel klein en dan word je ietsje ouder en dan word je dus ietsje langer. Misschien wel omdat ietsje groter als het ware omvang enzovoort. Dat betekent dus, toen je 7 jaar was, had je dus een hele ander soort ik dan op het moment dat je 20 jaar bent. Waarom? Want toen je 7 jaar was, had je een hele ander soort lichaam dan toen je 20 werd. Of je 40 wordt. Want nu op dit moment dat je 20 bent en je zegt ja, ik, en je verwijst naar het lichaam. En het lichaam is dan je ik. Dan ben je dus, het lichaam is dan niet meer je ik over 40 jaar. Want dan is het helemaal veranderd. Begrijp je wat ik bedoel, dit punt? Dus hier, dit is een bewijs dat het lichaam niet de essentie is van je ik. Er is iets anders in je, wat eigenlijk verwijst, waar het woord ik naar verwijst. En dat is datgene wat helemaal niet veranderbaar is. Dat blijft. En daarom, toen je 7 jaar was, had je bepaalde gevoelens, bepaalde kijk, bepaalde dit en noem maar op. Dus je had besef van je ik, klopt dat of niet? Je had besef van je ik. Toen je 20 jaar werd, had je ook een besef van ik. Klopt dat of niet? Maar is het besef van je ik op het moment dat je 20 jaar bent, is dat anders dan op het moment dat je 7 jaar was? Of was het precies hetzelfde? Precies hetzelfde. Waarom? Want anders als je zei van, je bent 20 en je zegt ik, en je had een ander besef van ik dan toen je 10 of 7 jaar was, dan was eigenlijk de ik voor jou een vreemdeling. Dan was eigenlijk ik voor jou precies hetzelfde als Henk of Piet of Peter of Kees. Het is een hele andere persoon die van jou vervreemd is. Maar voel je dat aan? Nee toch? Je hebt het nooit aangevoeld dat je ik anders is in het hele leven wat je geleefd hebt. Je hebt altijd gevoeld dat je ik precies hetzelfde is. Maar lichaam, blijft je hetzelfde? Nee. Dus er is iets in je. Er zit iets in je binnen die voor altijd ik blijft. Of je nou 7 jaar bent, of 8, of 20, of 40, of 50, of 60, of 70, of 80. Zelfs een persoon die 100 jaar is, voelt hij nog steeds dat zijn ik is precies hetzelfde als de ik toen hij nog 1 jaar was. Klopt dat of niet? Het besef is anders omdat hij hele andere ervaring heeft dan noem maar op. Maar zijn ik is ik. Is niet veranderd bij hem. Dus dan denk je bij jezelf, ja maar hoe zit het dan met mensen die Alzheimer hebben? Zeg ja, dat klopt, maar dat is een uitzondering, dat is een blokkade. Het is een bepaalde blokkade in zijn akel, in zijn verstand. Waardoor hij niet meer dingen herinnert. En het is ook mogelijk dat hij zijn naam zelfs niet meer herinnert. Niet meer herinnert. Dat is een ander geval, want het is een soort ziekte. Het is een belemmering in zijn verstand. Ik heb het ook gewone mensen die niet lijden aan deze ziekte. Mag Allah ons allemaal beschermen, inshallah. Dus dat betekent, als het lichaam verandert, want we hebben net gezegd dat elke molecuul die sterft, toch? Elke cel sterft en komt een nieuwe cel ervoor in plaats. Elke keer weer. Dus het lichaam maakt steeds weer nieuwe cellen wanneer die sterven. Er komen weer nieuwe cellen, sterven, komen nieuwe cellen. En zo blijft het lichaam intact. Ja, toch? Maar na een bepaalde tijd verandert je lichaam helemaal. Dan heb je dus helemaal totaal andere cellen. Die je nu ontwikkelt dan de cellen die je 10 jaar, zeg maar, had. Het lichaam
die kan een bepaalde tijd meegaan zo, op deze manier. Elke keer als een bepaalde cel sterft, komt een nieuwe cel erbij. En zo gaat het maar verder. Tot op een bepaald moment het lichaam te zwak wordt. Om sneller cellen zeg maar aan te maken. Dus in de zin dat cellen als het ware en het lichaam worden steeds zwakker. Dat betekent dus ouderdom. Uiteindelijk. Uiteindelijk betekent dus het lichaam gaat inkrimpen en gaat... En omdat word je oud. En uiteindelijk het lichaam zal het niet zo meer goed doen. En dan ben je... Ja, niet. Natuurlijk als Allah subhanahu wa ta'ala je in leven laat, dan ben je dus heel oud. 70, 80, 85, misschien 90. Dan ben je dus echt heel oud en dan kun je bijna niets meer doen met het lichaam. Maar de ik blijft nog steeds, of niet? De ik als ik blijft zoals die is. Maar het lichaam, die is verzwakt. En er kan een tijd komen dat het lichaam helemaal niets meer aanmaakt. Dus dat het helemaal sterft als het ware. Dat het lichaam niets meer kan. En op dat moment komt dan de dood. En de dood is dan dat jouw ik, wat jij altijd voelde van binnen. Dus datgene, dat deel waar het woord ik naar verwees, die niet veranderlijk is. Dat blijft er over en het lichaam, die laat je daarachter. Dus het lichaam laat je achter en dat deel van ik, die komt zo uit het lichaam. Zie je dat? En dat is de dood. Dat is een betekenis. De betekenis van de dood. Dus de dood is het yani weghalen van nefs. Van die nefs. Nefs uit het lichaam. En dan blijft de nefs bestaan. En het is mogelijk, en meestal natuurlijk, het lichaam die zal uiteindelijk yani vergaan. Bij sommigen zal het natuurlijk heel snel vergaan. Bij bijvoorbeeld niet de moslims die waarom zat, ze laten het heel snel vergaan door bijvoorbeeld in een oven te zetten. Bijvoorbeeld waarom zat, cremeren. Bij sommigen die begraven het. En op een bepaald moment, op een bepaalde tijd, zal het ook vergaan. Het wordt gegeten door de aarde, door vormen, door insecten, door weet ik veel wat allemaal. En er zijn mensen waarvan zelfs het lichaam niet vergaat. Het lichaam vergaat niet. Het klopt dat de nefs uit het lichaam is gekomen, maar het lichaam blijft voor de eeuwigheid, tot Allah subhanahu wa ta'ala wil, intact zoals het is. En dat zijn lichamen van enbiya, van profeten en boodschappers. Daar zijn ze het allemaal over eens. Al muslimon, er is consensus dat het lichaam van de NBA niet vergaan. Blijven zoals ze zijn. Waarom? Omdat daar hadith over zijn. Een Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith dat Allah subhanahu wa ta'ala het haram heeft verklaard voor de aarde om van het lichaam van de NBA, van de profeten zeg maar, te eten. Dus lichaam van de NBA worden niet gegeten. Door niets aan niemand. Ook niet door aarde. Die blijven. Andere lichamen die ook zullen blijven, zijn lichamen van Awliya Allah. Lichamen van Awliya Allah, Huffad al-Quran. Dus mensen die Hifd al-Quran hebben, en zijn Awliya Allah. Awliya Allah bedoel ik ermee. Ze hebben Hifd gedaan, plus ze handelen naar de regels van al-Quran al-Karim. Die mensen, Awliya Allah dus, en de belangrijkste awliya zijn natuurlijk ulama al-muslimin die op de juiste manier yani handelen. Hun lichamen blijven altijd yani intact, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. En natuurlijk ook lichamen van shuhada. Lichamen van shuhada, van degenen die in de naam van Allah zijn gestorven. En de nefs, dus de nefs die uit het lichaam wordt gehaald.
Die zal natuurlijk blijven bestaan voor iedereen. Of je nou moslim bent of geen moslim. Of het yani nefs als nefs zal voortbestaan. En daarom, de dood is dus, wat ik ook net gezegd heb. De dood is een weg. Het leidt naar twee dingen, naar twee bestemmingen. Een bestemming, Jahannam, sallallahu alaihi wasallam. En een bestemming, Jannah. Dus de dood. Dus wanneer een persoon, wanneer de nefs uit het lichaam gaat, dan heeft het een van deze bestemmingen, Jannah of Naar. Mag Allah ons de Jannah geven en ons beschermen van Naar. Maar één ding weten we zeker, en daar moet de moslim ook van overtuigd zijn, is dat het lichaam, dat als het lichaam sterft, dat het niet betekent dat de mens helemaal is gestorven. Dus in de zin dat de mens niet meer, dat die persoon niet meer bestaat. Nee, hij bestaat. En ook op dat moment dat een persoon sterft, hij hoort je. Hij hoort je. En hij heeft besef van wat er allemaal gebeurt. Omdat rond hem. Moet niet denken dat hij heel ver is. En nee, hij beseft wat daar, wat allemaal om zich heen gebeurt. Alleen het punt is, hij kan geen antwoorden geven, hij kan niet praten, hij kan niet bewegen, hij kan niet, totaal niet. Waarom? Want het instrument wat hij eerder had, en dat is het lichaam, die heeft hij niet meer. En daarom, het lichaam moet je zien als een soort omhulsel voor de nefs. Voor de nefs wat in hem zit. Om contact met ons te maken, heeft hij, of heeft die nefs, dat lichaam nodig. Maar het lichaam die doet het niet meer, want hij is eruit. En daarom, hij hoort wat er gezegd wordt en hij voelt ook als je hem, bijvoorbeeld als je hem bijvoorbeeld vast met te warm water of met te koud water en noem maar op, hij voelt dat aan. Hij voelt dat aan. Dan denk ik bij jezelf, la hawla wa la quwwata illa billah, yani degene die gecremeerd worden. Op dat moment, ze gestorven zijn, na een tijdje dan gooien ze hem gewoon zo in één keer in de oven en weg. Nabi Sallam zegt van pas op, het water moet niet te koud zijn en niet te warm. Dus jullie mogen hem niet yani, pijn doen. Want hij voelt dat. Hij voelt dat en dat is. En het gevoel bij hem is veel erger dan het gevoel wat wij hebben. Dus de pijn die hij voelt, is veel erger dan de pijn die wij voelen. En daarom zegt Rasulullah sallallahu alaihi, je moet daarmee oppassen. Je moet niet te veel water, of niet te koud en niet te warm. Ja, hoe dan wanneer je hem zet in een oven? Mogen Allah ons beschermen. En daarom is het niet toegestaan voor moslims om hun doden, als het ware verstorvenen, zeg maar, te cremeren. En is verboden. Maar zo zie je dus de dood is dus geen einde. De dood is niets anders dan eigenlijk een reis naar een andere wereld die veel ruimer is en die ook geen einde kent. Dus voor de eeuwigheid. En sommige mensen die denken, nee, de dood is gewoon het einde. Hij is dood. Dat betekent dus dat hij niets hoort. Dat betekent dus dat hij niets voelt. Dat betekent dat hij niets ziet. En noem maar op. Hij is gewoon dood. En er zijn sommige, zelfs moslims, die dit soort zaken, zeg maar, beweren. Dit soort zaken beweren. Want als ze het hebben over bepaalde awliya Allah, of over misschien zelfs sommige bij sommige mensen zelfs over Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Als je bijvoorbeeld naar Medina gaat en je doet salam of van ja, omdat hij is dead, je weet wel, hij is dood. Zo, hij is dood, hij kan niets meer voor je betekenen, hij is dood. En dan bedoelen ze van, ja, nee, hij is dood, klaar. Met andere woorden, niets meer. Wat bedoel je met niets meer? Is daar dus geen leven? Dus bedoel je, hij is dood, is daar niets, geen leven meer? Helemaal in het algemeen? Bedoel je dus al-fana'l-mutlaq in de zin van dat absolute vernietiging is? Wanneer je zegt van hij is dood, zoals je naar de profeet sallallahu alaihi wasallam gaat. Je gaat ziyara doen.
En als je sommige mensen hoort van, het is een bid'a om ziyara voor de profeet sallallahu alaihi wasallam te doen. Er zijn mensen die het bedoelen, die het zeggen. Het is een bid'a om ziyara te doen voor de profeet. Denk bij hemzelf, er is geen verschil, beste broeders en zusters. Er is geen verschil in ziyara voor de profeet sallallahu alaihi wasallam in zijn leven en in zijn dood. Er is geen verschil. Alleen dat in zijn leven je kon hem horen antwoorden. Je ziet zijn bewegingen, zijn lichaam en noem maar op. Maak je mee, dat zie je. Neem je waar met zintuigelijke waarneming. Dat is het enige verschil. Nu op dit moment, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lichamelijk is hij niet met ons. Maar als je daar naartoe gaat, als je salam doet, hoort hij je niet? Ziet hij je niet? Heeft hij geen gevoel van jouw teslim, van jouw salam? Als je dit soort dingen zegt, dan klopt dit niet. Want het gaat staat haaks met de hadith. Niet alleen maar één hadith, hadith. Heel veel hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Want er zijn hadith waarin duidelijk wordt verwezen dat de Nabi sallallahu alaihi wasallam, dat hij leeft in zijn graf. Niet alleen maar hij sallallahu alaihi wasallam, natuurlijk hij de hoogste vorm van leven, maar ook de anbiya. Andere anbiya, andere rasul. Awliya Allah, shuhada. Ze leven allemaal in hun graf. Een speciale leven. Speciale leven. Dat leven, die zij leven. In alam, ze noemen dat ook wel eens alam al-barzakh. Het leven van alam al-barzakh is veel hoger dan het leven wat we nu hebben. Het leven wat we nu hebben is eigenlijk een schaduw. Niet meer dan dat. Het echte leven zit hem na de dood. Of al-barzakh, en daarna alam al-akhirah. Zo zie je dus dat degenen die dood zijn, je moet niet denken dat ze, dus als je gehoord hebt van ulema of van anbiya of misschien wel van je eigen familieleden en noem maar op, je moet er niet van uitgaan dat ze helemaal vernietigd zijn. Want ze leven gewoon. Ze leven. Alleen een ander soort leven. In ieder geval over de dood is er heel veel te vertellen. Maar ik wil u natuurlijk niet in slaap praten, ala kulli hal. En daarom wouden we het hierbij, inshallah.